Hey, hier komt de energie-update voor november. Of voor wanneer je hem luistert of kijkt natuurlijk. Want op elk moment dat je hier naar kijkt, is deze boodschap voor jou. Ik heb weer drie kaarten getrokken uit het Seven Energies Oracle Deck. En het wordt een mooie maand, maar het kan ook een uitdagende maand worden. Een maand waarin het gaat over je eigen grenzen verleggen, voorbij het bekende gaan. Het gaat over controle loslaten en over intenties zetten. Als je je grenzen overgaat, dan laat je steeds meer van jezelf zien, van wie jij in jouw kern bent. Dat is de maand in het heel kort. Mijn naam is Mirjana Schepens en behalve energie-update werk ik als energy healer in het kwantumveld. House Clearer en ik maak intuïtieve schilderijen. Dat kun je allemaal vinden op mijn website www.marianeschepens.nl of je vindt het in de show notes. Voor het begin van de maand heb ik de kaart Bearing Fruit getrokken. Wat ik daarbij bij voel is het, zeg maar tweeledig. Sta je een maand om stil te staan bij de ontwikkeling die je doorgemaakt hebt? Wat is er voor jou veranderd? Welke moedige stappen heb je gezet om dingen anders te doen misschien? Welke knopen heb je doorgehakt? Beslissingen heb je genomen? En wat hebben ze gebracht? Dus wat is je oogst voor dit jaar? Wat zijn de mooie dingen die je kunt oogsten? En er is ook oogst te vinden in de uitdagingen die je in dit leven tegen bent gekomen. Of in dit jaar, laten we het iets kleiner houden, die je in dit jaar tegengekomen bent. Wat hebben de uitdagingen je gebracht? Kun je er iets uit meenemen over jezelf? Wat jij wil in jouw leven. De andere kant is dat november ook een hele goede maand is om een intentie te zetten. Wat wil je nog in deze maand? Of wat wil je nog dit jaar? Wat voor verlangens heb je nog voor het nieuwe jaar misschien? Zie dan die intentie als een zaadje. Een zaadje waar je tijdens het planten veel aandacht aan besteedt. Waar je heel zorgvuldig mee omgaat. En het dan plant en een plekje in de aarde geeft, zodat het kan groeien. Je hoeft er dan niet altijd met je aandacht meer bij te zijn. Het enige wat je wel kan doen is vol verwachting zijn. Ik had dit jaar in de moestuin, als je dan zo'n zaadje in de grond doet voor een groente, dan is er zo'n verwachtingsvol gevoel. Oh, ik ben benieuwd wanneer het boven de grond komt. Ik ben benieuwd hoe groot het wordt. Ik ben benieuwd of de slakken ervan afblijven. En dat is wat je ook met jouw intentie kan doen. Benieuwd zijn, verwachtingsvol zijn over wat er mogelijk uit gaat groeien. En dan is het goed om je gedachten in de gaten te houden. Ga je denken in, nou, het gaat niks worden. Wat vinden andere mensen ervan? Of kun je het bij een vreugdevol gevoel in je hart houden, wat de rest van de wereld daarvan vindt, of welke gedachten jij ook daarover hebt? Die mogen dan allemaal buiten
beeld blijven, want jij kunt die innerlijke vreugde over jouw wens en verlangen kun je dicht bij je houden. Zo is begin november, ja, en zaaien voor nieuwe ideeën en oogsten. Terugkijken op de oogst die je gehad hebt voor de maand ervoor of voor het hele jaar zelfs. We komen natuurlijk nu aan het einde van het jaar. En dat is ook een mooi moment om even stil te staan bij alles wat er wel gelukt is. We zijn zo geneigd om onze blik te houden bij dat wat niet gelukt is. Bij wat mis is gegaan, wat niet fijn was. En dan is het juist extra fijn om stil te staan bij alle mooie dingen die het jaar jou ook hebben gebracht. En dat brengt ons dan bij het midden van november. Dat is een kaart. Beyond the Ordinary. En deze kaart die vraagt aan jou, kun je de controle loslaten? Je hebt de wensen gepland of een intentie gezet. En kun je dan de controle daarover een beetje laten vieren, zodat het universum, de bron, het duit in een zakje kan doen? Soms staan we namelijk, zijn we zelf onze ergste vijanden en staan we in de weg van het vervullen van wensen, doordat wij heel strak vasthouden aan het beeld. Wat ik heb gemerkt is dat als je wensen hebt, dat, dat die wensen soms ook anders vervuld kunnen worden. Want een verlangen geeft een emotie. En als die emotie gaat over liefde in jezelf voelen, gelukkig zijn, dan als dat is wat de wens je brengt, dan kan die wens ook op een andere manier vervuld worden. Maar kun je dat dan zien? Pas als je een beetje achterover leunt en denkt, ik ben benieuwd, hoe wordt deze wens vervuld? Dus het is een mooi vervolg op het begin van de maand. Dat je achterover leunt, bij de verwondering blijft, de nieuwsgierigheid blijft. En om je heen kijkt in de wereld, want het universum geeft je seintjes door gebeurtenissen, door wat je ziet of tegenkomt in de wereld om je heen. Wat voor boodschappen krijg je dan? Dus het midden van de maand vraagt je om achterover te leunen en ik word af en toe afgeleid, want het waait, als ik dit, deze video maak, waait het heel hard. En het licht verandert steeds doordat het door de blaadjes van de bomen heen valt. En weet je, net als wind, wind kun je niet controleren. Wind is er of het is er niet. Dus het, ik denk het midden van de maand gaat ook over, kun je in het moment blijven? Kun je zijn met wat er in het moment is. En het ene moment voel je je zo en het volgende moment voel je je anders. En tegelijkertijd, ja, nieuwsgierig zijn, de verwondering in je hart voelen. Met wat, het je, wat jouw wens, wat jouw verlangen je gaat brengen. Beyond the ordinary. Vertrouwen op dat het universum je precies dat brengt wat voor jou hoogste goed en hoogste heling is. En in het moment kunnen we dat niet altijd zien, want er gebeuren hele fijne en mooie dingen. Er gebeuren ook dingen die we ervaren als minder fijn en minder prettig. En toch is er perfectie in elk moment. En soms kunnen we dat pas achteraf zien. Achteraf kunnen we dan pas zeggen, oh ja, dit heeft het me gebracht. Oh ja, dit is de vervulling van mijn wens geweest. En dan gaan we door naar het einde van de maand. En dat is de kaart Shining Through. Dan zie je een bloem met in het hart een prachtige straal van licht. En kijk er maar eens naar. En realiseer je dat jij die bloem bent.
Jij bent die light being in a human vessel. In het prachtige lijf heeft jouw licht zijn thuis. En het eind van de maand vraagt om je podium te pakken, om je niet langer te verstoppen, om de moed te hebben om op het podium te gaan staan en de wereld te laten zien. Dit kan ik goed, of dit is mijn talent, of dit is mijn grens. Dat is ook op je podium staan. Het kaas niet van je brood laten eten. Maar staan voor jezelf, je eigen grootste supporter zijn. En jezelf steeds afvragen, wil ik dit? Past dit bij mijn leven? Of wil ik het anders? En dat is wat wensen en intenties ook kunnen brengen. Want om een wens uit te laten komen, om een verlangen te manifesteren, is het ook nodig dat je de moed verzamelt om actie te ondernemen. Om, als je een impuls van binnenuit voelt om een stap te zetten, dat je die ook zet. En dan komen onze innerlijke criticus tegen, onze innerlijke stemmen die zeggen, ja, wie ben ik wel dat ik dat wil doen? Wat vinden anderen ervan? Oh nee, dat kan ik niet. Al die stemmen die in ons leven zijn ontstaan om ons veilig te houden. En die veiligheid is een illusie, want in de meeste gevallen ben je gewoon veilig en is het veilig om stappen te zetten. Maar daar zijn onze innerlijke delen niet altijd van overtuigd. Die zullen alles in het werk stellen om je ervan te weerhouden je grens over te gaan of te verleggen. Dus je zult die weerstand, zul je moeten voelen, zul je moeten erkennen, oké, ik voel weerstand. En dan tegen je innerlijke delen zeggen, ik ga het toch doen. Het is veilig, het is prima om dit stapje te zetten. Ik doe het. En mogelijk wordt de weerstand dan nog iets groter, tot je er doorheen kunt stappen en zeggen van, nee, kom op, ik ga dit gewoon doen. Ik ben volwassen nu. Het is veilig om die stap te zetten. En het brengt me dichterbij gelukkig geworden of dichter bij de vervulling van wensen die ik heb. De ene keer zijn die stemmen makkelijker te weerstaan. Is het weerstaan? Ja, misschien wel. Dan een andere keer. Dus als je je een keer laat leiden door die innerlijke kritische stemmen, wees dan heel zacht voor jezelf. En wees zacht voor die innerlijke stemmen, want het enige wat ze willen is jou in veiligheid houden. Dat kan heel subtiel zijn. Hele kleine, subtiele gedachten, waardoor je toch niet de actie neemt die je eigenlijk van plan was. Dus het einde van de maand vraagt je om goed die innerlijke kritische stemmen goed in de gaten te houden. En je er niet door te laten afleiden. Dat vraagt moed. Dat vraagt doorzettingsvermogen. En dat vraagt ook dat je een gevoel van angst soms erkent en accepteert. En het dan toch doet. Nou, alles bij elkaar wordt dit een hele mooie maand. Met genoeg uitdagingen. Dat begon al een beetje, noem je het, omhoog te golven de afgelopen dagen. En nou, dat gaat nog even lekker doorgolven. Kan ook betekenen dat je getriggerd raakt. Weet dan, een trigger is altijd van jezelf. Een ander drukt even op een pijnlijke plek in jou. De ander kan zich daarvan bewust zijn en soms ook niet. Maar de reactie die dat geeft in jouw lijf, als jouw lijf volledig op stelte gaat naar een opmerking of een blik van iemand, dan is de trigger van jou. Dan is er oude pijn aangeraakt. En reageer niet. Trek jezelf terug en onderzoek wat wordt er aangeraakt. En dan
Ja, kun je daar weer voorbij stappen? Jezelf geven wat je daarin nodig hebt of geruststellen. En dan weer een volgende actiestap nemen op weg naar het vervullen van wensen en verlangens die je hebt. Dus het is een maand om mooie dingen te manifesteren of in ieder geval om vaste zaadjes te planten voor datgene wat je wilt manifesteren. Nou, maak er een hele mooie maand van. En bemoedig jezelf en stel jezelf gerust. Dat is in ieder geval iets wat je deze hele maand kunt doen. En dat hoort bij goed voor jezelf zorgen. Steeds voelen, wat wil ik, wat wil ik niet? En wat kan ik doen om heel goed voor mezelf te zorgen? En ja, vertragen, rust nemen, ruimte vrijmaken in je agenda. Dat zijn dingen die je in ieder geval kunt doen. En wat brengt de maand mij? Nou, mijn kinderboek Blob is boos, die ga ik in meervoudig laten drukken. En ik ben inmiddels al bezig met de 6e editie van de 12 Heilige Nachten. En daar kun je je binnenkort voor gaan inschrijven. Ik heb daar heel veel zin in. Dat is een mooie reis die je alleen kunt maken of samen. Met allemaal leuke, fijne, knusse, creatieve opdrachten. En meditatie zit er ook bij. Maar dan heb je alle tijd om terug te blikken op jouw jaar. En vooruit te blikken naar de energie die zich al een beetje laat zien voor het nieuwe jaar. In een volgende video ga ik daar meer over vertellen. Voor nu maak er iets moois van. Ik wens je een prachtige maand. Bye.